Mijn naam is Anderson Farah. Ik ben geboren in Rio de Janeiro, maar ik ben opgegroeid in een kleine stad met de naam Paraty. Paraty is een paradise. Het is een prachtige kleine stad tussen regenwoud en 60 kleine eilandjes. Alkmaar, ja. Sinds de eerste keer dat ik hier was, ben ik echt verliefd op deze stad geweest. Het is altijd zo. Ik loop door de straatjes en dat doe ik heel vaak. Dat ik soms ga 's nachts wandelen, omdat dan is de stad heel rustig. Ik zie en voel zoveel in deze stad dat, ja, volgens mij heb ik genoeg stof om te schilderen, te schrijven voor de volgende jaren. 2 jaar geleden, toen ik voor het eerst de mensen over vrij zijn verteld heb, heeft echt iedereen gezegd: Anderson, dat gaat niet lukken, je bent gek. Ja, klopt. Ik ben gek, dat is zo. Maakt niet uit. Ik beoordeel niet, ik doe gewoon wat ik voel. Dus dacht ik, heb 2 opties. Geloven. Accepteren dat de mensen gelijk hebben en dat ik uiteraard gewoon gek ben. Of zeggen, oké, wat kan ik vandaag doen om 1 stap verder mijn droom te bereiken? Ik ben nog steeds een beetje overdonderd. Kijk, wat op het podium gebeurt is mooi. Dat is echt een droom die het worden is. Maar ook in de backstage bereik, wat daar tussen die mensen gebeurt. De nieuwe vriendschappen die ontstaan. Wat apart is, is dat als die eerste ouders naar mij zijn gekomen om te zeggen, Anderson, ik moet met jou praten. En ik dacht, wat heb ik gedaan? Ik kreeg van deze man te horen dat zijn dochter depressief was, geen vrienden had en via vrij zijn een nieuwe hobby, een nieuwe uitdaging gekregen heb. En dat, ja, dat kan jij voor geen geld betalen. De eerste seizoen was met heel provisorische middelen. Zo'n groot succes dat wij gewoon niet anders konden als verder gaan. Maar die 2e seizoen was fijner. Het was fine-tuning te zoeken. En ja, wat doe ik nu? Theaterproductie Vrij Zijn kreeg vanaf deze seizoen een eigen theater. Hoeveel producties, hoeveel kleine producties zoals wij, hebben een eigen theater? Best ingewikkeld. We hebben heel veel te doen. We hebben geen geld. Maar goed, where there's a will, there's a way, zegt men. En we zijn aan het vechten en proberen mensen te enthousiasmeren om ook daarbij betrokken te zijn. Ons daar ook te helpen. En het lukt. De eerste stappen zijn al gedaan. We hebben die vergunning binnen. We hebben de eerste bedrijven die ons verf geven, bouwvakkers. Ik leef op deze moment echt in zo'n soort daydream, waar ik step by step merk dat ik dingen echt kan realiseren met deze vision. Heeft met vrijheid te maken, vrij zijn, omdat ik denk dat iedereen die zichzelf kan zijn, kan dan vrij zijn. Iedereen die gelukkig is, kan dan vrij zijn. Als de mensen in hunzelf geloven, zichzelf kunnen zijn, kunnen zij vrij zijn.